De hoofdboodschap van deze resolutie is dat we de toegankelijkheid in de praktijk willen verbeteren. Dat mensen zich makkelijker kunnen verplaatsen, gebouwen kunnen betreden, zich in gebouwen kunnen verplaatsen enzovoort. Dat is belangrijk om dat je als maatschappij ook aandacht hebt voor die mensen die een beperking hebben, dat die gelijke kansen hebben, want dat bepaalt eigenlijk de welvaart van je maatschappij, de manier waarop dat je met mensen die iets minder goed zijn, in dit geval een beperking hebben, omgaan. De resolutie heeft de ambitie om de toegankelijkheid op het terrein te verbeteren voor mensen met een beperking. En als Vlaamse overheid willen we hierin een voorbeeld geven. Dat is ook onze rol die we als overheid hebben om het goede voorbeeld te geven. De focus van onze resolutie ligt echt op realisaties op het terrein. Het is niet de bedoeling dat we extra administratieve rompslomp of planlast gaan opleggen. Wel, deze resolutie is er gekomen omdat we vaststellen dat er nog een hele weg te gaan is. Inter heeft een evaluatie gedaan van de toegankelijkheidsverordening en we stellen vast dat er eigenlijk te weinig resultaten op het terrein geboekt worden. Ik zie Inter als onze ogen en oren op het terrein. Zij hebben een enorme kennis en expertise op vlak van toegankelijkheid. Zij zijn dan ook de eerste partner. Zij zijn een soort kenniscentrum, maar naast Inter werken wij ook samen met andere partners uit het veld, zoals bijvoorbeeld ook de Vlaamse bouwmeester.